Wat een line-up had de VARA vroeger, zeg, toen wij daar zaten met Pisa. Nou, je eerst zeggen ze aan, dan kreeg je de Willem Ruijs show. Dan kreeg je ons, Pisa. En daarna kwam Sonja. En die Sonja, die vond dat hele Pisa niet leuk. Die vond ons gevoel voor humor, daar had ze helemaal niks mee. Maar daar ook totaal niet. En wij namen af en toe die Sonja natuurlijk in de maling. Dus ja, hey, dat schoot niet op. Wij werden geen vrienden, Sonja en ik. En toch dacht ik, later bij Nieuwe Koeien, ik ga dat toch een keertje interviewen. En eigenlijk was dat niet zo'n goed idee. Want dit kan ingelijst worden in de serie Hele Ongemakkelijke Gesprekken. Hallo. Dag, dag Sonja. Hallo. Dag. Gaat u zitten? Nou, doen we het weer en dat doe je het weer. Want jij geeft altijd iedereen een handje, hè? Ja, ik ben netjes opgevoed. Men geeft. Men stelt zich voor. Men geeft elkaar een hand, toch? Of doe jij dat? Ja, maar je ziet jou nooit, zou ik maar zeggen, zoenen op tv of zo. Hm? Nee, zoenen dat. Ja, maar dat is dan toch wel. Had een beetje... je daarop verheugd dan, op een zoen? Nou, ik moet zeggen, als hij kan, sla ik hem niet af natuurlijk. Ik weet het nog niet. Sonja, zal ik nou even aankomen weer en, dan, en dat we dan gewoon even met een zoen? Gewoon, nee, dat hoeft niet. Gewoon links, rechts, klaar. Twee. Lijkt me niks. Neuzen met Linda, ja. Zoenen met Sonja. Wat ja. Zijn dat allemaal voor ja. Door mij volstrekt ongewenste intimiteiten, Harry? Dat maakt zo'n gesprek losjes. Dat is goed voor zo'n interview. Oh. Losjes. Oh, het is een nieuwe journalistieke methode. Ja. Is dat het? Dat losjes is. Oh, Paul Witteman interviewt Winnie Zorgdrager en vraagt dan eerst om een zoen. Om het gesprek wat ja. Meer losjes te laten verlopen. Wat een vergelijking. Wat een stomme vergelijking. Alsof die Witteman daar komt voor een prognose op Nederland-Malta. Nee, met die Zorgdrager. Nee. Daar is Paul niet voor. Nee, daar ben jij voor. Ja, juist. Laat mij nog maar een stukje Sonja zien. Ben jij nou liever geworden? Krijgen we nou weer? Ja. Is dit een diepte-interview? Nee, helemaal niet. Hoe kom je daar nou? Ik en diepte, houd toch op zeg. Ik ben toch niet bij een baggerbedrijf? Nee, maar ik hoor dat steeds. Sonja is liever geworden. Nou. Vind jij dat ook? Volgens mij ben je minder haaienbaaierig. En vind je dat leuk? Bevalt je dat? Wou je daarom die zoen? Bijvoorbeeld, het bevalt me wel. Het is wel beter. Minder haaibaaierig. Waarom? Nou, omdat het je leuker maakt. Kijk. Nou, het bewijs wordt gelijk geleverd. Helemaal vertederd. Kijk nou. Dit is nu wat het complete oeuvre van Harold Pinter tracht uit te drukken. Het menselijk tekort in zaken de communicatie. Er is hier geen sprake van contact, Harry. Nou, zij jawel, spreekt Fins en jij spreekt Boeroen. Nee, we spraken allebei Nederlands. Ja, dat ogenschijnlijk. Ja, oppervlakkig gezien lijkt dat zo. Heb je haar ooit zo zien glimlachen, die Sonja? Nee, maar dat nooit gezien. Hele merkwaardige confrontatie. Ik heb aan deze tafel al nooit zo'n vreemd gesprek gevoerd. Heeft ook nog nooit iemand zulke rare vragen gesteld. Je weet dat Sonja daar duizenden mensen uit de hele wereld aan tafel heeft gehad, hè? Dat weet jij, hè? Ja, en jij komt eens iets verslag. Wat was de vraag? Wat heb je gevraagd hier? Nou, gewoon. Wat was de vraag? Gewoon, ben je nog op wintersport geweest? Hè? Dat is alles. Dat is het enige wat ik vroeg. Geloof ik niet. Echt, nou, echt. Geloof ik echt. Nee, echt, we gaan. Eerlijk waar. Geloof ik niet.